Get ready. Nu of nooit. Voor Jan even. Kie voor die span. Dadelijk weer Rebecca. Mensen, goedemiddag. We gaan deze live super kort houden. Jullie krijgen een beetje informatie over wat zal gebeuren. Jullie krijgen een informatie, want Thea zit bepaalde strategie in het takkie. Maar abong te is op bepaalde zijn wel. Daar ben je van op de hoogte. Wij zijn trouwens al moe. Wij van Para zijn al moe. Ik weet nog niet als we ready zijn. Maar if je wacht die 1 minuut, 2 minuut. De jere takkie ook aan de ready. Als het in Brokopondo kan, kan het ook in Para. Als het op Albina kan, kan het ook in Coroni. Als het in de stad kan, kan het nog steeds in Para. Dus dat want taki na unu beurt no nodig. Mogu wapje informatie dou ka jere, dou ka sap ongeveer soort beeld wabi dou na Freda next. Ja toch? Kief go door op je zo. Voor ja. Jullie willen spelen, so let's play. Ja toch, dat we preep zien zo. De rest. Mensen, deel die live alvast. Ja toch, deel die live alvast. Want we starten jou net stop. Deel die live alvast. Mensen, goedemiddag. Surinamers binnen en buitenland. Ja, DTV is live in Albina. Straks, ik weet niet wie hier gaat komen. Maar als DTV daar is, vandaag, denk dat ze morgen of overmorgen naar Para zullen komen. Maar voor zoek door dat moet leggen uit. Faasan o setup. Mijn naam is Sibrano Piqué. Die stem uit onverwacht. Bosse Kondre Akoron Boysa geboren in het district Para. Geen onbekende bij jullie, misschien niet zo geliefd, maar wel bij een groep. Grote groep. Ik start gelijk. Suriname beschikt over in totaal geregistreerde agenten, militairen en veiligheidsdiensten is het 6.225. Maar, en die 6.225 vertegenwoordigen de BBS, de veiligheidsdiensten, behalve die mensen die zogenaamd stiekem buitenboekje werken. De militairen en de agenten. Tim tak militairen en met tak MP Alamanka Wang is het pas 6.225. We hebben de Koppenamebrug. Dat is 1. En we gaan groepjes van 50 tot 100 man moeten maken. Niet te grote groepjes. Dit land gaan wij gaan zelf, ze wachten op een noodtoestand. Wij de bevolking, het land is voor ons. Wij gaan die noodtoestand zelf aankondigen. Heren, we wachten niet op de president wanneer hij zijn ding heeft geregeld. Wij gaan het zelf afdwingen. Strategie ziet er dan volg uit. Maar aan het ademen, we leggen uit ongeveer. Ook aan de hand waarvan jij een strategie kan bedenken. Want ik kan mezelf niet delen op zoveel plekken. De weg naar Brokopondo moet afgesloten worden. 100 man is genoeg. De Saronbrug moet afgesloten worden. 50 tot 100 man is genoeg. En aan een visabroki, aan een bakabroki, tapabroki. Koppenamebrug afgesloten worden. Weg naar de internationale airport afgesloten worden. Alle drie ingang, in- en uitgangsweten van het internationale airport. Dat wil zeggen, de Kennedyweg, Desiree Delano, Bouterse Highway en Apasifo Kabenda dorp, Umtapu. Boschebrug, ook afgesloten worden. Albina Tapukba en de Bradaf Mina Koroni. Apasi dape ook te moest stappen. Sano manga safi, omanga tranga. Ano Albina wang a probleem. Suriname heeft problemen. Para heeft problemen. Wanika heeft problemen. Coroni heeft problemen. Sipaliwini, Brokopondo. We zitten overal opgescheept met problemen. En we weten sowieso dat het schooljaar van 2024-2025 in gevaar is. De school start niet. Kom bigetego dat die score no beging in oktober. We begrijpen dat hij of al begint, maar begint af afu en alles aan zijn begint af afu is gedoemd te mislukken. Onderwijs, gezondheidszorg,
Daarover wil ik helemaal niet praten. Daar is bijna iedereen van op de hoogte. Onderwijs kon ik even in Sasa en gewoon zo je dat van zijn. Ja toch? We gaan heel snel moeten afspreken wat we gaan doen. Gisteren heb ik een geval gemaakt hier bij RGD onverwacht. Men komt daar aan met de heer die niet op adem kan komen. En als men daar aankomt op RGD onverwacht, is er niemand. Dus niet eens zo'n wachter, of nog volgens mij wachter, want bij de dappé. Er is niemand daar. En alle faciliteiten, maar we hebben vrij aan mijn eigen gelegenheid voor Tjagwa Aset, voor Gosuku Yepi. Het kan niet. Toch? Dus er zijn heel veel dingen die we op een rijtje gaan moeten zetten. Zo meteen loop ik naar voren. Mokoiri tjinsu na panasi, gwe links, gwe rechts. Dan moet dit appa ook voor onverwacht. Dan moet Goa uitleg tjinsu moro bradi. Want dat we krap tapa passi, sawo tapo. Ja toch? Dus mensen van Para Alfas, want mijn naam is Para Metaki, Nanga Koroni, Brokopondo de Leg Derde en daarna Suriname. Ik hoop dat de Paranen een voorbeeld nemen bij de mensen in het binnenland. Ik hoop dat de Surinamers in de binnenstad in Paramaribo een voorbeeld nemen. Tak teo ondernemen actie na wantal wetaki en het toenanga drietal. Toch, en verraders dan minder, en dat komt ook aan de verraders moest kiezen voor nu. Ik wil alvast de mensen van het district Para oproepen. We kennen de problemen in het district Para. We hoeven ze niet hier aan te kaarten. De DC is op de hoogte, de regering is op de hoogte, de beleidsmakers zijn op de hoogte en ook de Paranen zijn op de hoogte. Wat in andere districten kan, kan ook in het district Para. Dus we horen kort, mitegoeba. Suriname beschikt over temtak gewapende machten, minetak douane, me hoor brandweer aan zee, metak over politie, militairen en veiligheidsdiensten, daarmee ook de BBS bij begrepen, beschikt Suriname over 6.225 manschappen. 30% van die manschappen zit in het binnenland Pedemei Luko Goto. De rest is gewoon lijfwacht van de geprofessionele, de professionele boeven in Suriname. Toch? Dus een politieapparaat, een veiligheidsapparaat, de minim. En daarvan gaan we gebruik moeten maken, Surinamers. We vernietigen niks. Toch? Maar we hebben step up nu. If Albina man, Brokopondo man, Paramang, Koronimang, Sanangmang. Het is nu of nooit en we moeten gebruik maken van deze gelegenheid. Eenmaal een ontsteking vindt plaats bij Albina. Daar hebben onze broeders en zusters van Marowene het startsignaal gegeven dat het anders kan. Ja toch? Nee, ik ga de mensen van Marowene ga ik niet helpen om daar fysiek aanwezig te zijn. Marowene kampt met problemen, dus het zijn problemen van Surinamers. Dus wij van Para kampen ook met problemen. Wij mensen in Koroni ook. Mensen in Brokopondo ook. Heel land kampt met problemen. Dus we gaan het gezamenlijk moeten doen. If Albina start, anaf detaka unu start. If Albina start, da unu na Para. Errol, dus maf wit santi ready toch? Want u delik dat pena sandere airport. If u ready brada, mi ready ba. Toch? Dus kokota mofo, noonde a live di chatunaf legu uit. Suriname beschikt over het gehele land. Luister, over geheel Suriname zijn er maar 23 politieposten. En de meest bezeten politieposten zijn bureau Geersvleit, bureau Nieuwehaven en bureau Keizerstraat. Daar heb je minimaal 15 tot 20 agenten. Toch? Per shift. Alle andere politieposten, politiehuizen, heb je maximaal 5 agenten. De rest zit thuis. En tongsie voor overuur mag de politie ook niet maken. En ze gaan ook niet gaan werken. Ze mogen weigeren als er wordt gevraagd om een bepaalde dienst te draaien als hun overuren erop zitten. Toch? Dus daarvan gaan we ook gebruik moeten maken. De militairen
hebben geen overuren. Dus die kunnen we overal zien. Maar de helft van de militairen zitten gewoon thuis. Of zitten gewoon wacht te houden bij een goudput. Of een boesiepiramide vernietigen, tik oedoe. Of naar lijfwacht voor een voerman. Temtak voerman. Dan naar beleidsmakers. Dus sowieso beschikt Suriname over maximaal 4000 gewapende leden. Politie, beveiligheidsdiensten en de militairen. Dus wij gaan het zaakje moeten verdelen. Para coroni. De more belangrijk principe om barricadeer noemde zijn maar 7 plaatsen. En 7 plaatsen, 700 mensen kunnen 7 plaatsen barricaderen. En dan is het gewoon lam in Suriname. Dan heb ik 20.000 naar 30.000 sma. Voor een vernietigen konden. Voor een vernietigen binnenstad. Voor rechte schade aan. We hebben 700 mensen nodig. Maar 700 Surinamers kunnen dit land redden. We hebben 100 mensen nodig. Om de luchthaven, de internationale luchthaven Sanderij te barricaderen, de weg naar de luchthaven te barricaderen. We hebben 700 mensen, we hebben 100 mensen nodig bij de Saronbrug. Nou, 100 voor u. 75 mensen Saronbrug, 75 mensen Beekhuizenbrug, 75 mensen Koesewijnenbrug, 100 mensen Koppenamebrug, 100 mensen Weidenbosbrug. En dan weer Godoro. If unoman doet dat die, dan taking, dan we tapasho. Maar 100 libisma, dat wat ik fobus sama nomo. Fobus nanga libisma, dat we tapa herkik. Want de man is denkt dat doko teku pibro froiti, mi pino ama nama froiti. Want dat is de deki. Toch, in ieder geval, wabi doen sa no no de. Toch, als we hierop gaan zitten wachten, uno wacht die next moro mensen, ayuru doro, we gaan gebruik maken van moment die zie. Deze week al, ik zeg niet wanneer, in para. Maar we gaan moeten afstemmen. Nogmaals, de weg naar Brokopondo, een industrieweg, moet afgesloten worden. De weg naar de internationale luchthaven Sanderij, afgesloten worden. Coronipassi, a Broki, moest tapudape naar Totnes, naar Canari. Albina Passi de man tapukba. Saronbrug moest tapu. Beekhuizenbrug moest tapu. Koesewijnenbrug moest tapu, a Koppenamebrug moest tapu, dan mi wanshi if wan beweging of wan verandering nee kon. Ik ga het gewoon hierbij houden, omdat deze live niet lang zal duren, want no one in actie. Is hier mi weer mi krosikba, mi doe ala mi sanikba, je ziet het zelf. Mi rokokba, mi krimi jarikba, alasan mi doekba, dus no one in a kondre roko etaki. Nono de ga ik me begeven naar de hoofdweg. En de hoofdweg hier op Onverwacht is de weg die leidt naar de internationale luchthaven Sanderij, de Johan Adolf Pengel luchthaven. Daar leidt de weg naartoe. Het is de primaire weg in Suriname. En die weg gaan we moeten afsluiten. Ik hoop echt dat de president nu even weggaat. En dan gaan we wachten op de dag dat hij terugkomt. Dat we zo ring, suma na suma. Want hij denkt dat sanang naf ing. Toch, dus ik ga deze live afsluiten mensen. En wat live voor Kokitori. Want ik kan tak me voor Sasani dat mi leek wat informatie. Maar als de paranen ready zijn, ik ben al ready. Er is twee doen naar de man dat bij allemaal ready, mi ready. Nogmaals voor Smitapa live. De weg naar Brokopondo moet gebarricadeerd worden. De weg naar de internationale luchthaven Sanderij, Johan Adolf Pengel luchthaven, moet afgesloten worden. Saronbrug, Beekhuizenbrug, Koesewijnenbrug, Koppenamebrug, Noord-Dapidesmaf, Noord, nee, protesteer. Dat kan de GS-vleid ook komen. Maar Noord-Dapukalibi, Noord naar elite. Toch? Dus une fit gidesmaf Noord. Behalve even voor GS-vleid, Klevia, de soort president. Maar de moro bigi osso de, pedemafune mekmonif gogotang, unafweru ede dape. Maar, Koesewijnenbrug, Saronbrug, Beekhuizenbrug, weg naar de internationale luchthaven. Weg naar Brokopondo Passim Tapu, Albina Passi Tapukba, Bosje Brokim Tapu, Dami Saptaki, Ukangi wan duidelijk signaal. Skoutu no furu, Sudati no furu. De meeste ding ik gwe of roko, ik doe een nevenberoep, de dabusi. Dus brief me una frede next. Het is nu of nooit. Mik Bataki is Sibrano Pike. Lek vol sabi Dawood Pike, die stem uit Onverwacht Bosse Kondre. Het is nu. Of het is nooit. Doei.
Jullie hebben me lang niet in beweging gezien, toch? Ik ben altijd met taki na taki, met taki, meneer Pikunu, met Libu, met Kudusali. Maar regering Arki, ik ga jullie alvast wat meegeven. Vandaag is maandag 9 september 2024. En je ziet het zelf. Ik ben hier. Is het bij mij? Mensen, deze weg is de weg die leidt naar de internationale airport. Zie je dat zelf toch? Ah, toch? De Karing Kennedyweg. Oké. Okay. De man, de persoon die hier staat te praten, heet Sibrano Piquet. Die stem uit onverwacht. Boos seconde. Elke district heeft zijn problemen. Dus ook het district para. En de man taki wa ontsteking moest de Foswan San Biging. Wel, ik kan jullie zeggen. Eén ding kan ik jullie zeggen. Mijn broeders en zusters van Albina, van Marowijnen, hebben me super wakker gemaakt en super gemotiveerd om een signaal te geven dat het niet alleen om Albina gaat, maar om Suriname toch. Het gaat niet alleen om Albina, maar het gaat om Suriname. Wel, laat me jullie één ding zeggen. Is je van de truck een sasso? Je is je afverkeerd? Oké. Okay. Uit toch papa? Alla mij zag gewoon meneer Pico next. Voor vandaag of voor nu kan het nog. Wanneer het niet meer zou kunnen, ga ik nog niet zeggen. Maar met Tegu Baka Ulukuja, het is de weg die leidt naar de internationale luchthaven, de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het is een primaire weg. Ja toch, je ziet het zelf. Het is een primaire weg. Dat doe ik hier. Kan de Fransman zijn met hem kunnen? Normaal komt hij. Kan de Fransman zijn met hem goed idee? Normaal goed idee. Maar als je samen tapt, dan is het de Fransman. Suriname kan gered worden. I talk door Surinamers, niet door beleidsmakers. Je ziet het zelf, ik sta in de zon. Waarom ik in de zon sta? Me probeer, I talk papa, me probeer Firi. Zat de brada na saf mi fu, maar we in e fir no no de. De wand die knap vanaf 12 uur aan het is zoek aandacht. Komt in een uur zo knap ja. Mij wapot misreven in de impressie. Omdat toen ze voorsmassen. Soms ze voorsmannen. Abasabi dat hij afvieren dat hij awani dat hij. Voor je fit naar de brada. Ik sta hier. Als zo'n bromi maar mijn spang. Mijn somtje naar onder zo'n mij geboren. Maar om de eerlijk. Die mannen staan, die mannen, die vrouwen, die mensen staan al daar vanaf 12 uur vannacht. En dat heeft hem lukutaki, een koning, ik moet uit dat district dat hij. Mitaki, een koning, een man die karen schreef, konu, voor baka man. Maar ik moet uit dat district Marowijnen. Dan wie is dit trasakasaka nu bij mijn kong? Of wie is dit trasakasaka nu met de zorgen of met de druk? Maar jou! Ai, aguamati die de boy bravo. Guamati, voor de sommige probleem die de ina kondre, chiwan, bigiwan, alle soort probleem. Nee, jou is de afvoswang, de drape, voor go arka probleem.
met dit jana osse bravo dat je doet hè. They want to give me fupara. Sano i famiri, sano you brada, you mati, nog you knech of one body in the view. They want to me unuf paraja. Pay you no up no affinity. Toch? Ja, yeah, oké. Okay. No affinity in a para, dan leki i denang wa para uma. Dat is het probleem met wat para bravo daar, maar je hebt ja poe, ja poe, ja poe nu. No. Wat bief je poes refiere. Dus de para man zei, look alive this talk. Asas, you know, one more verlopen. A passie zei, go met de internationale airport. Hey, weet me idee. A passie zei, met de internationale luchthaven. Hoe zou ik zo doen? Luku, mi heb energie. Maar ik luku boong, ik volg een live, mi heb energie taki. Nog een pep knap jas on het doen, wandu. Maar famodu. En als sumamodu. Een enkeling is een drenkeling. Sabi toch? Een enkeling is een drenkeling. Maar wat ontsteking moest vinden plaats van precie. En ik niet moest dat ontsteking, Jana Para. Zoals gebleken is de laatste tijden. Dat maakt me de ontsteking. De DC is net hier. Ik kan zelf lopen naar de DC. Kijk hier. Ik kan zelf lopen naar de DC. Maar ik ga het niet doen. Omdat als haar partijleider niks kan doen voor zijn mensen daar. In Marowijne. Wat gaat hij kunnen doen voor haar? Dat ze voor ons gaat kunnen betekenen. Geen moe. Mijn una no wa se, uno mango no wa presi, uno de paramang, de probleem zou wabi, uno mango no wa presi, lek vares maf marwina, no mango na DC, dat pe go krede no tu. Lek vares maf koroni, no mango go krede no tu, na DC. Lek vares maf brokopondo si paliwini, alle de districte pe, VHP no abzetel, no mango na DC, go krede no tu. Na net zo u paramang, una no wa presi, go krede no tu, dat zon du. No to lie, no to the ila in a country, ma against leki. Na so so ton prisiri we wan ka wan. Ta feti de feti da against leki. Eneis, ye fin taki, dati. Loko para festival be de lats. Ome zot para ma jidok, ome foto ma alamang. O iluku watra wa luko ef na data VAP, data NDP. No toch, uko prisiri sama. No ama no luko tak partij, disi partij dati, uko prisiri sama. Weet je, we hebben een fetief para dat we een fetief samen doen. Iedereen heeft zijn probleem, maar is dat ze denken dat hij is van de VAP, of hij is van de ABOP, of hij is van de NDP, of hij is tegen dat. Hij is Surinamer, hij is paraan. Oppo. Het is nu 13:53. Het is 4:02. In Suriname. 7:42 in de Republiek Suriname. Tot 3 uur ben ik bereikbaar. 852-5350. Paranen die ready zijn, bel privé. Mensen van de veiligheidsdiensten, jullie mogen ook doen alsof jullie paranen zijn hoor. En me bellen en vragen wat ik ga regelen of wat ik wil doen. Dus mensen van de veiligheidsdiensten, jullie zijn ook vrij om te bellen en zogenaamd te doen alsof jullie paraan zijn. Want we hebben ook genoeg paranen bij de veiligheidsdiensten zitten. We hebben ook genoeg paranen die informatie komen winnen over mij om te brengen voor de veiligheidsdiensten. Tenminste als ze informatie vinden. Je hebt ook genoeg paranen die para aan het verraden zijn en het vernietigen zijn. Ja toch? We hebben genoeg paranen. Hé, zijn we toch hier, zei Rij Rij? Langa, subanama. Oh. Ja toch, dus er zijn genoeg paranen die zullen zeggen van nee, Nasibrano, dus Mino Dwing. We voetang, dood tang, dood de dang aan de problemen van zo'n denk ik.
Maar ik vind dat ik jullie paramaan heb een probleem. Nog een wachtje voor buurvrouw kong, voor jou kong. No, you bigge opo kong. Om een bigisma voor nu, zijn om een kofeta feti. De besa winna, one feta feti. Maar de noman, kan je je fasi, de besa wani, nanga de ati de sawani. Maar de sking ne laten toe, dat unum feti tak. Een uur, wacht ik. 852-5350. Alla paramasa de geïnteresseerd. Wie zou zijn wat inbox kong? Zijn wat bericht kong kon lukken zou het snel snel. Zo kan niet. Zolang de man een arki of kia schenke aandacht naar de brad of unu dape in Albina, dat unu fupara ne stop. En dat de man bang aan Albina, coroni a probleem. Paramaribo a probleem. Alla presi a probleem. De probleem dat normaal los op noemen. De samusa dat de mais kan goe. Mogua koni etewa lezi eimalu deina life. 700 man. Luister goed. 700 vreedzame, maar bikkele, ongewapende Surinamers kunnen ervoor zorgen dat dit land gered wordt. Oh, hier hebben we ons aan het takken. Arkibidja Eiso. Aiso. Wat kan op hier aan Brokkie? Of waar aan Brokkie? Brokkie is... Na hoi Brokkie. A eerst volgende Brokkie zijn we meteen naar Koropi, naar Brokkie. Dus je rijdt nu onder wie zo'n 15 kilometer. Oké, okay, ja, boss. Heren? Okay. Hoor links. Ja. En hoe wakker mooi pa. Ja. 100. Ja toch? 700. Sanamang nanga de atita pa juiste precies 700 sanamang di one meg de pchi apu an bon toekomst tamara 700 sanamang sa de eerlijk nanga de srefi 700 wap van oudu omdat we maar 7 plaatsen moeten bezetten. Dat is het afgelopen met deze gasten. Internationale luchthaven is 1. Schrijf op. Veiligheidsdiensten, dan mogen jullie ook een beetje gaan verifiëren. De internationale luchthaven is 1. Je ziet het zelf. Iedereen moet hier voorbij. De internationale luchthaven is 1. De Weidenbosbrug is 2. De Koppenamebrug is 3. Brokopondo Passi is 4. Koroni 5. Beekhuizenbrug 6. Saronbrug 7. Radio. Suriname heeft nog geen 3000 politiemannen, nog geen 3000 militairen, nog geen 750 veiligheidsagenten of BAVP'ers. Dus ze beschikken over maar 6000. En als je tikking netto, dan heb je 4000 nummer euro. Zijn ze opgewassen tegen 700 ongewapende Surinamers? 700 bikkelharde Surinamers die bereid zijn te strijden voor de toekomst. Zijn ze opgewassen? Nee. Wat tak voor me want doen. Tanga 3 euro. Me wacht de telefoontjes of de chatbericht. Baka 3 euro. Dan me gewoon het doen. Samen moest doen. If one asan go vredig, dat we met contact dat we zitten vredig. Maar if wanna san go van Miwani, dan moet zitten van Miwani, madam ready. Get ready. Zitten van Miwani, madam ready. Make bataki.